Als de economie stilaan weer aantrekt, krijgen bedrijven vertrouwen om opnieuw te investeren. Bij het Waalse bedrijf Parquet Georges Jacques, gespecialiseerd in parket, terrassen en houten muurbekleding, is het niet anders. Alors nous étions face à un problème fondamental, c'est-à-dire que nous manquions cruellement d'espace de stockage. Donc il y a, on est allé progressivement de 250 mètres carrés, puis 750 mètres carrés, et en 2011 nous devions de nouveau réagrandir. Ça n'a pas été possible d'agrandir les bâtiments que nous avions à l'époque, et donc nous avons pris la décision de faire un tout nouveau hall de stockage. On pense avoir 1000 mètres carrés, que l'on va aller 5-10 ans, et puis finalement au bout de quelques mois le hall est déjà rempli. Donc vous voyez au fond du terrain là-bas, on est déjà en train de préparer un béton pour de nouveau agrandir sur à peu près 500 mètres carrés, qui va nous servir à stocker les marchandises extérieures. Een investering in nieuwe bedrijfsgebouwen vergt voor een KMO een aanzienlijk budget. Er spelen dan ook diverse elementen mee in de beslissing over de nieuwbouw. Nous avons mis en avant, par exemple, les délais de fabrication, le respect du devis, la qualité de la construction. On a pu choisir absolument tous les paramètres tels que le type d'isolation, aussi bien pour les murs que pour le toit, etc. L'auvent que vous voyez là dehors. Et tout ça pour finalement, à la fin, payer le prix d'une standardisation. Niet alleen de prijs, maar dus ook de kwaliteit is belangrijk bij industriële gebouwen. Aannemingsbedrijven besteden daar heel wat aandacht aan. Industriële gebouwen die worden ontwikkeld en die worden gebouwd en berekend in overeenstemming met een aantal normen. En die normen zijn ook constant in verandering. Dus wij moeten die volgen en meer nog, wij zouden daar het liefst op vooruit lopen. Dus dat onze gebouwen die beantwoorden aan alle criteria die Europees of internationaal van toepassing zijn. Het klopt, wanneer we nieuwe projecten hebben, nieuwe innovaties uitvoeren, dan zijn we met verandering bezig. En verandering is altijd moeilijk. Dat wil zeggen dat we altijd bijzonder waakzaam moeten zijn dat van zodra we iets nieuws maken, dat we die kwaliteit kunnen blijven waarborgen. Innovatie en kwaliteitszorg gaan dus hand in hand. Frisomat, dat met een gestandaardiseerd productieproces werkt voor zijn metaalconstructies, hanteert verschillende controlesystemen om in elke stap de kwaliteit te bewaken. Wij mogen wel trots zijn op het feit dat we op een relatief snelle manier tot een gedegen controlesysteem zijn gekomen voor binnen de fabriek, waardoor dat we kunnen garanderen dat de producten die wij uitleveren, dat die aan de gestelde eisen zullen voldoen. Ons kwaliteitssysteem vertrekt eigenlijk van bij de bestelbon tot over de berekening van een gebouw, over productie tot in de montage, waar continu controles worden uitgevoerd.